Ik neem aan dat iedereen mij nu kan verstaan. Yes. Oké, we gaan beginnen. Welkom allemaal vandaag bij de nieuwe Beta Break. Het gaat, zoals jullie hier op de tv-scherm ziet, over pillen of praten. En we gaan het hebben over depressie en antidepressiva. En dit is een onderwerp wat veel in het nieuws is geweest de laatste tijd. Veel mensen hier in Nederland hebben daar ook mee te maken. Zo ongeveer 20% heeft te maken gehad met een depressie. En ook hier op het Science Park speelt het. Er is laatst een onderzoek geweest waarin is aangetoond dat 1/3 van de promovendi op de UvA mogelijk klinisch depressieve klachten heeft. Nou, dat is best veel en genoeg interessants om over te hebben. En we hebben hier een heel mooi panel voor ons. Dick Bijl, arts en epidemioloog en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Pim Kuipers, klinisch psycholoog aan de VU. En Pierre Bet, klinisch psychofarmacoloog. En het leek ons leuk als jullie jezelf misschien even kort konden introduceren en kunnen uitleggen hoe jullie bij dit onderwerp betrokken zijn. Dick, wil jij beginnen? Ja, ik. Oké. Ik ben opgeleid als huisarts. Ik heb zo'n 15 jaar gepraktiseerd als huisarts. Daarnaast zo'n 5 jaar interne geneeskunde gedaan, en longgeneeskunde. Ik ben in 1995 begonnen met een opleiding voor epidemioloog. En aansluitend kreeg ik een baan bij het Geneesmiddelenbulletin als redacteur. En in 2006 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de screening, diagnostiek en behandeling van depressies bij ouderen in de huisartspraktijk. En dat is het. Ik ben Pim Kuipers. Ik ben hoogleraar klinische psychologie. Ben ik zo te verstaan? Ja. Ja? Okay. Ik ben Pim Kuipers. Ik ben hoogleraar klinische psychologie aan de VU. Ik ben ook hoofd van de afdeling klinische neuro- en ontwikkelingspsychologie. Ik leid zelf een groot onderzoek waarbij we proberen alle studies naar psychotherapie bij depressie en angststoornissen te verzamelen. En daar kunnen we dan met meta-analyses, waarbij we zeg maar die resultaten van individuele studies statistisch integreren, kunnen we kijken van wat zijn nou die effecten. En dat, daar ben ik al 10 jaar mee bezig en ik denk dat ik daardoor een vrij goed overzicht heb over wat werkt, hoe het werkt, bij wie het werkt. Ik werk dus aan de VU. En daar zijn ook heel veel studenten, maar die zijn vast minder depressief dan aan de UvA. Dus mocht je last hebben van depressie, moet je gewoon naar de VU komen. Ik ben Pierre Bet. Ik ben ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog aan het VU Medisch Centrum. Ik ben gepromoveerd aan de VU. Gepromoveerd aan de VU op geneesmiddelengebruik bij depressie en angst. Nu hoort die meneer hoort niks. Ja, zo. Nee. Zo ga ik het nog een keer proberen en ik zal proberen niet te hard te praten. Ik ben gepromoveerd aan de VU. In elk promotietraject zitten wel dipjes. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er depressie optreedt bij promovendi. Ik ben de apotheker voor de GGZ in Geest. En voor 450 opgenomen psychiatrische patiënten. En dag te maken met de farmacotherapie. En daarnaast beoordeel ik geneesmiddelenonderzoek. Zowel in het VUMC als in het AMC. Oké, we hadden even te maken met wat technische mankementen. Hopelijk gaat het verder, blijft het goed. Ik ben Josse, ik ben van de Beta Break. Ik neem deze ook maar even. Ik ben Marit, ook van de Beta Break. En we gaan het dus hebben een uur lang over depressie en antidepressiva. We willen graag beginnen met het eerst wat te hebben over depressie en de algemene werking van depressie. En daarna zullen we het hebben over de behandelmethode. En dan met name zullen we het gaan hebben over antidepressiva en de werking daarvan. Om te eindigen met een toekomstperspectief. Pim, we hebben, je noemde het zelf niet, maar door Expertpedia ben jij benoemd tot de depressie-expert ter wereld. We hebben even kort met je gesproken voordat je hier bij ons kwam. En toen vroegen we aan je, wat is depressie nu eigenlijk?
En toen vertelde je ons, dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Kun je dit toelichten? Ja, dat is het probleem met depressie is dat inderdaad dat we eigenlijk niet weten wat het is. We weten wel dat er mensen zijn die er last van hebben. Je kunt zien dat die, hè, je kunt, als je er last van hebt, dan lijd je enorm. Maar we kunnen het eigenlijk niet zo goed definiëren. Depressie wordt, dat in de praktijk wordt gewerkt met de DSM. Dat is een soort handboek van psychiaters. En daar staan een aantal criteria in waaraan je moet voldoen als je depressief bent. Maar die criteria die worden opgesteld door psychiaters die in de praktijk werken, die onderzoek doen. En daar is niet een soort objectieve maat voor. En je kunt dus daar met dat handboek, kun je dus wel bepalen van oké, iemand voldoet aan de criteria voor een depressie of niet. Maar voor hetzelfde geld kun je andere criteria opstellen. Of je hebt ook heel veel mensen die hebben wel heel veel last van depressieve klachten. Maar die voldoen niet aan die criteria. En zijn die dan niet depressief of wel depressief? En er zijn heel veel mensen die zeggen dat je het eigenlijk als een soort continuum moet zien. Dat het niet zoiets is wat je hebt of niet hebt, maar wat je in een bepaalde mate hebt. En dat lijkt ook veel meer overeen te komen met wat we uit de epidemiologisch onderzoek doen. Dus ja, we weten eigenlijk niet wat een depressie is, omdat we daar geen goede criteria voor hebben. Dat wil niet zeggen dat mensen die het hebben, dat niet een echt probleem is. Het is wel degelijk een serieus, ernstig probleem waar mensen last van hebben. Alleen we kunnen het niet heel goed afbaken. En dat heeft er ook mee te maken dat we eigenlijk niet zo goed weten waar het vandaan komt. We weten heel weinig over de oorzaken, wat gebeurt precies in de hersens, in de psychologie van mensen die een depressie krijgen. Die processen die kennen we helemaal niet, of bijna niet. Dus ook vanuit die optiek is het heel moeilijk om te bepalen wat is een depressie. Toch zou je zeggen dat de afgelopen jaren wel redelijk wat onderzoek, ook vooral neurobiologisch onderzoek, is geweest naar depressie. Heeft u niet het idee dat dit ook maar iets heeft opgeleverd over onze kennis van depressie? Nou, die processen zijn zo ingewikkeld. Daar worden wel af en toe wetmatigheden gevonden. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat we snappen hoe dat gaat bij een persoon. We weten wel heel veel risicofactoren, bijvoorbeeld voor het krijgen van een depressie. Mensen die werkloos zijn, die iemand verliezen in hun omgeving, die iets ingrijpends meemaken. Mensen die een soort neurotische aanleg hebben. Dat zijn allemaal risicofactoren die we kennen. Maar dat wil niet zeggen dat we snappen hoe die processen precies lopen. Ook niet in de hersens. Dus ja, dat onderzoek is eenvoudig nog niet zover dat we dat kunnen. Dat we de hele processen snappen. Dick, jij bent werkzaam geweest als huisarts ook een tijdje terug. En u bent gepromoveerd op het behandelen van depressie in de huisartsenpraktijk. Kun je daar iets over vertellen? Over dat onderzoek bedoel je? Ja. Ja. Nou ja, het was een onderzoek waarin de gebruikelijke zorg die huisartsen geven aan patiënten met een diagnose depressie, ouderen met depressie, werd vergeleken met een pakketinterventie. En die pakketinterventie die bestond uit het screenen van ouderen in de wachtkamer van de huisarts, het stelselmatig diagnosticeren met behulp van een gevalideerd meetinstrument en het vervolgens behandelen met voorlichting en farmacotherapie. Mag ik daar wat over vragen? Ja. Wat is dat, een gevalideerd meetinstrument? Dat betekent dat het in meerdere settings is onderzocht en dat het toch steeds een redelijk betrouwbare uitkomst geeft. Nou goed, die pakketinterventie die hebben we onderzocht bij zo'n 150 patiënten. Is vergeleken met de gebruikelijke zorg van huisartsen. Ja, en daar kwam uiteindelijk niet uit dat die pakketinterventie beter werkte dan de zorg die huisartsen geven aan hun patiënten. Op één van de meetinstrumenten was er na een jaar een significante verbetering. Maar goed, er waren tientallen van dat soort momenten. Dus dan heb je toch over kansencapitalisatie. En
En heeft u, maken huisartsen ook gebruik van de DSM om criteria voor depressie te gebruiken? Nou ja, huisartsen laten zich vooral leiden door de standaarden van het Nederlands huisartsgenootschap. En daar is er ook één over depressie. En daar speelt de DSM-4, thans de DSM-5, een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose. En wanneer wordt dan iemand doorverwezen naar een psycholoog of psychiater? Nou, de NAG-standaard gaat niet primair uit van farmacotherapie, maar toch van een niet-medicamenteuze therapie. Als dat onvoldoende werkt, dan kan een geneesmiddel worden gegeven. Als daarmee uiteindelijk geen bevredigend resultaat wordt geboekt, dan kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een psycholoog. Daarnaast is zo bij ernstige patiënten, bijvoorbeeld met een bipolaire stoornis of een postpartum depressie, kan ook rechtstreeks worden verwezen naar de psychiater. Want hoe zit dat eigenlijk met het verschil tussen een psycholoog en een psychiater? Misschien dat jij daar iets over kan vertellen, Pim. Wanneer komen mensen dan nu bij de psycholoog en wanneer gaan mensen dan door naar een psychiater? Een psychiater is een arts en die schrijft medicijnen voor. En dat doen psychologen. Psychologen doen vooral gesprekken, psychotherapie. Misschien kunt u iets meer nog in de microfoon praten. Oh. Ja. Was ik niet te verstaan toen wat ik net zei? Oké, nou ja, psychiaters zijn artsen en die schrijven medicijnen voor. En psychologen doen vooral psychotherapie. Dat kunnen psychiaters ook doen. Het is niet zo dat psychiaters geen psychotherapie kunnen doen. Maar psychologen zijn er wel meer in gespecialiseerd. En wat ik zei, die schrijven geen medicijnen voor. En is het dan zo dat als eerst een patiënt bij u terechtkomt als bij de psycholoog en die gaan in therapie en dat het dan niet werkt, dat ze dan worden doorgestuurd naar een psychiater? Heel vaak gaat het in nauw overleg. En als het goed is, gebeurt dat altijd zo. En alleen zeg maar bij mildere klachten, dan kun je volstaan met alleen psychologische met psychotherapie. Maar als het ernstiger is of als het chronischer is, dan is er altijd wel een arts bij betrokken. Want er zijn dus verschillende soorten depressie te onderscheiden bij patiënten. U noemde milde... Ja, er wordt meestal, zeg maar, een soort indeling gemaakt in mild, matig en ernstig. En, maar goed, daar kun je ook niet echt een categorisch onderscheid tussen maken. Dat is gradueel. Ik wou even een paar dingen nog zeggen. Het verschil tussen een psycholoog en een psychiater. Psychologen bedrijven met name psychotherapie. En het is toch mijn indruk dat psychiaters dat nauwelijks meer doen. Kun je dat bevestigen? Dat klopt. Ja, okay. Klopt. Ja. Ja. Maar in principe kunnen ze dat. Zouden ze moeten kunnen. Ja. En waarom denkt u dat dat is? Dat psychiaters dat nauwelijks meer doen, zegt u? Dus voorheen wel en nu niet meer? Of? Nou, ik denk dat de meeste psychiaters zich vooral hebben toegelegd op farmacotherapie van allerlei klachten en aandoeningen. Meneer Bijl, u bent naast arts of huisarts ook epidemioloog. Wat doet een epidemioloog eigenlijk? Nou, hij onderzoekt geen epidemieën waar het woord van afgeleid is. Je hebt wel infectieziekten, epidemiologen, maar epidemiologie is tegenwoordig een onderzoeksgebied wat zich met name bezighoudt met de kwaliteit van het onderzoek, de opzet en de interpretatie daarvan. Wat kun je nu concluderen uit een bepaald onderzoek? Wat is de interne validiteit? Wat is de externe validiteit? Dus externe validiteit, dat betreft het kunnen of mogen generaliseren van de uitkomsten van het onderzoek naar een bredere populatie. En interne validiteit betreft vooral, kloppen de conclusies van de onderzoekers wel? Hebben ze de juiste onderzoeksmethodiek toegepast? Zijn er bijvoorbeeld niet te veel mensen uitgevallen? Hebben ze verkeerde statistische toetsen toegepast? En dat is het werk wat ik dus ook vooral doe bij het geneesmiddelenbulletin. Het beoordelen van de kwaliteit van de onderzoeken.
En bent u zich dan ook vooral bezig aan het houden met de populatie in Nederland? Want is het nu zo dat in Nederland een gemiddeld aantal mensen depressief is als je het zou vergelijken met andere landen? Gemiddeld, hetzelfde bedoel je? Dat er meer mensen, ja. Als je het wel vergelijkt met andere landen. Ik heb het idee dat in de Verenigde Staten de diagnose vaker en sneller wordt gesteld dan in West-Europa. Dat is denk ik het belangrijkste verschil. Maar depressie komt overal voor, niet alleen in westerse landen. Ook in landen met een laag inkomen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika komen depressies net zoveel voor. Alleen dat verschilt een beetje per land en per cultuur. Maar dan worden mensen misschien ook gewoon minder gediagnosticeerd dan? Absoluut, ja. Dat is gebaseerd op bevolkingsonderzoek. En niet op mensen die hulp zoeken daarvoor. Want in de meeste landen met minder inkomen, daar is helemaal geen infrastructuur voor geestelijke gezondheidszorg. Nou, ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen van wat depressie nou eigenlijk is. Ja, of niet. Wij weten het eigenlijk ook nog niet precies. Maar goed, wat in ieder geval net zo belangrijk is, is wat kun je er eigenlijk aan doen? Hoe kun je dit nou behandelen? En we hebben eigenlijk grofweg twee methoden. De ene is psychotherapie en de andere is medicatie. En we willen het eerst eens even gaan hebben over medicatie, over antidepressiva. En daarvoor willen we een vraag stellen aan het publiek. Dank je. En de vraag luidt, wie kent er iemand die antidepressiva gebruikt of heeft gebruikt? Hand omhoog. Oké, dat is zelfs nog meer dan ik had verwacht. maar op zich, deze hoeveelheid mensen, dat klopt wel aardig met wat we zien. Met wat we zien in de cijfers. Want uit onderzoek blijkt dat maar liefst ruim een miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Nou, dat is natuurlijk best wel een behoorlijk aantal. Pierre, jij bent psychofarmacoloog, dus jij hebt in je werk veel te maken met antidepressiva. Kun jij hier iets over zeggen? Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. En het is zo dat deze cijfers van 1 miljoen antidepressiva gebruikers in een jaar, die zijn verzameld door een stichting die gebruikscijfers opvraagt bij de Nederlandse apotheken. En dat doen vrijwel alle Nederlandse apotheken doen daar aan mee. Dus ze hebben een heel aardig beeld hoeveel geneesmiddelen er worden opgehaald uit de apotheek. En dat is dus meer dan 1 miljoen per jaar, 1 miljoen geïdentificeerde gebruikers. De kanttekening in het kader van deze discussie is natuurlijk dat antidepressiva gebruikt worden voor heel veel verschillende indicaties. Niet alleen depressie, maar ook angst, ook neuropathische pijn. En zo zijn er nog wat indicaties. En de schatting is dat 500.000 gebruikers dit voor depressie krijgen voorgeschreven. En dat cijfer van 500.000, dat moet je ook weer goed bekijken. En daar is een gedeelte van dat de patiënt het maar 1 keer ophaalt in het hele jaar. Ongeveer 30% gebruikt het geneesmiddel het hele jaar. En de rest gebruikt eigenlijk het maximaal 6 maanden. Het is niet zo dat 1 miljoen Nederlanders een heel jaar lang antidepressiva gebruiken. Oké, duidelijk. We willen het ook graag nog even hebben over hoe dat dan werkt. Ik bedoel, blijkbaar zijn er veel mensen die dit soort pillen slikken. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk in je brein? En daarvoor willen we even een klein filmpje laten zien. Waarin hoogleraar Trudy de Huy en de Deense hoogleraar Peter Gutje iets zeggen over hoe men vaak denkt dat antidepressiva werken. Ja, deze twee mensen zijn het in ieder geval over eens. Dit verhaal is een broodje aap. Eigenlijk werkt dit helemaal niet zo. En
trouwens nog even voor tussendoor. Het publiek mag gewoon vragen stellen. Dus als je denkt van nou, hier wil ik meer over weten, dan ben je welkom om je even aan te sluiten hier en je vraag te stellen. Maar goed, even terug naar dit filmpje. Want Pierre, wat vind jij van deze uitspraak van Peter Gutje? Ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Ik heb zelf geprobeerd om een filmpje te maken waarin we de werking van antidepressiva uitleggen. En dan gaan we eigenlijk heel snel van de werking, waarvan we weten hoe het werkt in de zin van dat we neurotransmitters, zoals serotonine of noradrenaline in het brein kunnen beïnvloeden, gaan we heel snel van, dat kan behulpzaam zijn, dat kan behulpzaam zijn bij een depressie. En eigenlijk wat daartussen gebeurt, hè, we weten dat het een farmacologisch effect heeft, maar hoe het van beïnvloeding van neurotransmitters naar de werking gaat die gunstig is bij depressie, dat is onbekend. En wat ik daarop wil aanvullen is dat het hele serotonine verhaal, dat natuurlijk wel een heel mooi verhaal is, wat mensen ook graag hebben willen horen. En het is vooral ook het verhaal wat de industrie ons heeft willen vertellen in de jaren 90. Dus dat is al ruim 20 jaar geleden. Is dit verhaal zeg maar als farmacologisch werkingsmechanisme naar voren gebracht en wijdverbreid. En hoe komt het dan dat nog steeds zo'n wijdverbreid verhaal is? Waarom wordt dat niet de wereld uitgeholpen? Nou, ik doe mijn best om daar dat een beetje de wereld uit te helpen en daar dus ook heel bescheiden over te zijn van wat we daar weten. Maar ja, sommige verhalen zijn heel erg hardnekkig. Ik kan andere dingen noemen zoals autisme en vaccins, om maar wat te noemen. Als dat de wereld in geholpen wordt en het is een prachtig verhaal, dan willen mensen dat ook blijven geloven en ook doorvertellen. Dick, wou je hierop reageren? Ja, graag. Het is natuurlijk zo dat het zou prachtig zijn als een depressie verklaard zou kunnen worden door het ontbreken van een stofje in de hersenen. Fantastisch. Dan hoef je het alleen maar aan te vullen. Ondertussen staan die beweringen over het serotonine nog steeds in de productinformatie van vrijwel alle antidepressiva. Ik denk dat de officiële vereniging van psychiaters en ook van huisartsen die borduren nog steeds voort op deze hypothese. Het wordt van officiële zijde niet de wereld uitgeholpen. Terwijl er geen enkele bewijs is dat die theorie klopt. Kan ik daar wat op aanvullen? Kijk, dit is natuurlijk gewoon een markt. Het is het resultaat van een enorme marketing van de farmaceutische industrie. Ben ik te horen trouwens? Nee? Nou, dat verhaal van dat serotonine tekort is natuurlijk een enorme marketing van de farmaceutische industrie. Je kunt op internet, op YouTube, vind je ook van die prachtige filmpjes over hoe die overdracht van die stofjes werken en hoe daar dan het medicijn op zou inwerken. Maar dat is gewoon flauwekul. Daar is geen enkele basis voor. Van de andere kant, we weten gewoon niet hoe medicijnen werken. Überhaupt niet. En dat is hetzelfde geldt voor psychotherapie. Maar dat heeft ook ermee te maken dat we wel heel goed in staat zijn om de effecten van behandelingen te onderzoeken, maar niet hoe ze werken. En dat is niet alleen zo voor antidepressiva of voor psychotherapie, dat is voor alle behandelingen zo. Als we de effecten onderzoeken, kunnen we gebruik maken van een soort experimentele opzet, waarbij je mensen ofwel een placebo geeft, ofwel een medicijn. En dan is het zeg maar dan krijg je een hele sterke wetenschappelijke uitkomst, waarbij het vrij duidelijk is dat als er een verschil is tussen die twee groepen, dat alleen maar kan komen doordat ze dat medicijn gekregen hebben. En die logica, die wetenschappelijke opzet, kun je gebruiken om te onderzoeken of medicijnen en psychotherapie werkt. Maar dat kun je niet gebruiken om te onderzoeken hoe het werkt. En dat betekent dat we dus eigenlijk over behandelingen waarvan we heel duidelijk weten dat ze werken, dat we helemaal niet weten over hoe ze werken. Maar op dezelfde manier weten we ook niet hoe bijvoorbeeld tabak kanker veroorzaakt. We weten wel dat tabak kanker veroorzaakt, maar wat er precies gebeurt, hoe die rook in je longen komt,
wat voor precies die mechanismen zijn. Daar zijn wel een aantal dingen van bekend, maar ook dat proces weten we niet. Dus dat verhaal van die antidepressiva is natuurlijk inderdaad gewoon een broodje aap verhaal. Maar dat duidt op een veel belangrijker probleem, dat we eigenlijk bijna helemaal niet weten hoe behandelingen werken. Alleen dat ze werken. Wilt u daar iets over zeggen? Ja, ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Namelijk het verschil tussen werken en helpen van geneesmiddelen. Het kan zo zijn dat een geneesmiddel werkt, dat het dus een farmacologisch werkingsmechanisme heeft. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de patiënt dan ook zegt, ik voel me beter. Bij antidepressiva is het zo dat ze onmiskenbaar een werkingsmechanisme in de hersenen hebben. Want mensen ervaren ook allerlei bijwerkingen. Maar dat betekent absoluut niet dat ze ook daardoor geholpen worden. Integendeel. Ja, u snijdt al het volgende stukje aan. En daar willen we het nu over gaan hebben. Namelijk, denk een van de belangrijkste vragen in dit debat. De effectiviteit van antidepressiva. Het is bekend dat veel mensen antidepressiva gebruiken. Maar hoe goed werken die antidepressiva eigenlijk? En daar hebben we een volgende krantenkop bij. En dit is van De Trouw. En dit is een uitspraak van meneer Bijl. Psychopillen doen meer kwaad dan goed. Straks zullen we het nog gaan hebben over de bijwerkingen. Maar wat, u zei het net al een beetje, maar wat vindt u van de effectiviteit van antidepressiva? Oh, sorry, even wat opmerken over die stukken in Trouw. Je geeft een interview en je krijgt de tekst ter correctie aangeboden. Maar je hebt geen zeggenschap over de koppen en de streams in die artikelen. Dus ik was daar op zich allemaal niet zo heel erg blij mee. Maar goed, de effectiviteit van de geneesmiddelen. Laat ik beginnen met even duidelijk te maken hoe antidepressiva in de handel worden gebracht. Een fabrikant moet heel veel onderzoek doen. Bij proefdieren, bij gezonde vrijwilligers. Meestal tienduizenden pagina's op onderzoeksresultaten overleggen. En dan bepaalt de registratieautoriteit in Nederland, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, in Europa de European Medicines Agency, of de fabrikant een handelsvergunning krijgt voor zo'n geneesmiddel. En dan kan het in de markt worden gezet. Nou, nu geldt voor antidepressiva dat de fabrikant moet twee onderzoeken overleggen waaruit blijkt dat het middel beter werkt, dus statistisch significant, beter werkt dan een placebo. Dat hoeven er maar twee te zijn. Als er daarnaast zeven onderzoeken zijn waar geen verschil is gevonden, of dat het slechter werkt dan een placebo, dan wordt dat niet meegerekend door de registratieautoriteit voor wat betreft de werkzaamheid. Wat betreft de bijwerkingen, daar komen we straks op, dan worden wel onderzoeken meegerekend. Dus wat je ziet gebeuren, een antidepressief zoals agomelatine, recent fortioxetine, zijn in de handel gebracht terwijl ze niet beter werkt dan placebo. Ik weet niet wie daarop zit te wachten, in elk geval de fabrikant wel, maar ik denk patiënten en behandelaars niet. De werkzaamheid van de antidepressiva. Ik spreek van werkzaamheid en niet van effectiviteit, omdat het in klinisch onderzoek is onderzocht. We hebben jarenlang gedacht dat antidepressiva beter werkten dan placebo's. En dat is in verschillende meta-analyses ook wel gevonden. Maar in die meta-analyse werden vaak niet de niet gepubliceerde onderzoeken meegenomen. Als een fabrikant geneesmiddelenonderzoek overlegt aan de registratieautoriteit, hoeft hij dat niet te publiceren. En ook de registratieautoriteit eist niet dat die gegevens publiek toegankelijk worden gemaakt. Dat betekent dat de fabrikant selectief kan publiceren en dat is ook wat er gebeurt. Ze publiceren dus vooral de onderzoeken met een positieve uitkomst. Nu hebben verschillende onderzoekers ruim 10 jaar geleden meta-analyse gedaan van gepubliceerde en ongepubliceerde onderzoeken. En daaruit is naar voren gekomen dat bij volwassenen met een depressie
die middelen eigenlijk alleen maar wat doen bij patiënten met zeer ernstige depressie. En dat is, ja, dat is een paar procent van de onderzochte populatie. Ja, want u noemt ook in de Trouw dat maar 2% werkzaam is. Is dit ook iets wat de journalist... Ja, dat heb ik toen niet gezegd. Ik heb toen een getal van ongeveer 5% genoemd. Dat kwam uit... Dat is vrij laag, toch? Dat is vrij laag, dat klopt. Ja. Kijk, een registratieautoriteit die verlangt van een fabrikant alleen maar dat hij aantoont dat een antidepressivum statistisch significant beter werkt dan een placebo. Ze vragen niet van laat zien dat de patiënt zich ook beter voelt. Dat hoeven ze niet te overleggen. Dat betekent dus als je... een antidepressivum, patiënten met een ernstige depressie, die zitten bijvoorbeeld op een score van 19, op een schaal van 0 tot 52. En die gaat met het antidepressivum van 19 naar 11 en met placebo van 19 naar 12. Dat is dat 1 punt verschil, maar dat is wel statistisch significant. En dat betekent dat de fabrikant voor dat middel een handelsvergunning krijgt. Er is geen patiënt en geen arts die 1 punt verschil op die, in dit geval de Hamilton Depression Rating Scale, kan onderscheiden. En dat is helaas de realiteit met deze onderzoeken. Pierre, je vertelde ons in het voorgesprek dat jij tegen psychiaters in opleiding vaak zegt dat ze zich moeten realiseren dat niet elk medicijn dat geregistreerd staat ook daadwerkelijk effectief is. Dat komt misschien wel een beetje overeen met wat de heer Bel vertelt. Maar nu vroeg ik me af, u adviseert psychiaters over wat voor medicijnen ze in welk geval het best kunnen voorschrijven. Houdt u ook rekening met dit soort kennis over specifieke type antidepressiva als u advies geeft over welke het best kan worden voorgeschreven? Ja, zeker. Dat moet je altijd meenemen. En het is ook zo dat als er dus nieuwe medicijnen zijn, hè, zoals genoemd, dan moet je eigenlijk eerst de meta-analyse afwachten om te kijken of er wel een goed effect uitrolt voor deze nieuwe medicijnen. En wat ik wil aanvullen, wat Dick zegt, is dat bij nieuwe geneesmiddelen, daar kunnen we alle studies achterhalen, omdat ze van tevoren zijn aangemeld in registers. En dan kan je dus altijd zien welke studies er gedaan zijn en die kun je ook allemaal opvragen. Dat is nog wel een heel gedoe. Maar dan kun je dus een goede meta-analyse maken met alle studies. En dan kan je ook een wetenschappelijk gefundeerde uitspraak doen over de werkzaamheid. En dat zou al een hele dienst zijn om dat bij alle geneesmiddelen te doen. Maar heeft u ook het idee dat dit daadwerkelijk gebeurt in de praktijk? Dat mensen de meta-analyse afwachten voordat ze nieuwe antidepressiva gaan voorschrijven? Ik zie wel eens hele enthousiaste psychiaters die nieuwe middelen graag willen proberen. Dat kan ook zijn omdat er enthousiaste patiënten zijn, maar ik raad het ze altijd af. Ja. U kijkt een beetje bedrukt, meneer Kuipers. Ik zit niet zo heel goed in de literatuur over antidepressiva, maar wat ik begrijp is dat moderne antidepressiva, de SSRI's, dat die eigenlijk het meeste gebruikt worden. En dat er eigenlijk nog maar nauwelijks nieuwe antidepressiva op de markt komen, omdat blijkt dat alle antidepressiva even effectief zijn. En dan maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit als er een nieuw middel komt, of je dat wel of niet gaat voorschrijven, omdat in mijn optiek, dan treed ik misschien buiten mijn eigen expertise. Kijk, als al die antidepressiva even niet werken, dan kun je natuurlijk wel als één middel niet aanslaat, dat je dan gaat proberen om een ander middel voor te schrijven. Dat gebeurt in de praktijk. Maar wat je uit de literatuur ziet, is dat dan zeg maar het aantal mensen dat daarop reageert, dat ook heel erg afneemt. Dus je kunt niet eindeloos doorgaan met het variëren van antidepressiva. Maar wat volgens mij het grote probleem is bij depressie, is dat heel veel mensen vanzelf opnemen. En je ziet dat de schattingen zijn dat 40-50% van de mensen met een depressie, dat die binnen een half jaar niet meer depressief zijn. En als je kijkt naar de effecten bijvoorbeeld van antidepressiva, dan zie je dat 52%, ik heb daar laatst een meta-analyse van gezien, dat 52% van de mensen beter is na het gebruik daarvan. Maar bij mensen met een placebo is dat ongeveer 38%. Dus
verschil tussen een placebo en een antidepressiva is 14%. En dat is niet gecorrigeerd voor bijvoorbeeld publicatiebias en allerlei andere problemen van dit soort onderzoek. En dan krijg je dus het fenomeen dat mensen die die medicijnen nemen, dat die opknappen. Maar ze zouden ook opgenomen zijn als ze geen medicijnen hebben. En dat is eigenlijk het probleem. Terwijl patiënten denken, van ik ben opgenomen door dit medicijn, want ik word beter. En de klinische psychiaters die denken dat ook. Want ik heb dit medicijn voorgeschreven en die patiënt knapt op. Terwijl het eigenlijk in driekwart van de gevallen helemaal niet het medicijn is waardoor mensen gewoon door mensen. En dat is iets wat eigenlijk het hele beeld van de behandeling van depressie ontzettend moeilijk maakt om eruit te halen wat nog wel en niet werkt. Want het grote probleem is natuurlijk dat de mensen die ook op een placebo opknappen, dat die vaak nog het medicijn blijven gebruiken. Terwijl het niet nodig was. En toch de bijwerking. Dat is denk ik het probleem. Het is overigens niet anders met psychotherapie. Daar zijn die cijfers vergelijkbaar. Daar heb je ook de meeste mensen knappen op. Maar het grote driekwart daarvan zou ook opgenomen zijn zonder de psychotherapie. Terwijl zowel de patiënten als de klinici denken dat de patiënt opgenomen door de behandeling. Dat is dus heel vaak het verschil. Ja, en dat maakt het hele veld zo moeilijk grijpen. En dan kun je zeggen van het werkt helemaal niet. Zover zou het niet gaan. Ja, want het is wel belangrijk dat mensen opknappen en dat ze dat zeggen professionele begeleiding doen. Maar het is wel het is heel moeilijk aan elkaar te rafelen waar dat nou mee te maken heeft. Dat is het grote probleem. We hebben een vraag uit het publiek. Ja, ik vroeg me af, het is wel duidelijk dat placebo-effect heel groot is. Is het helemaal uitgesloten dat de psychiater iets van een placebo zou voorschrijven? Waarom gebeurt dat niet? Ik bedoel, je kan dus gewoon een pilletje wat niks doet geven, toch? Ja, maar je moet altijd open zijn tegen patiënten over de behandeling. Dus je moet dan zeggen, van, je krijgt een suikerpilletje van mij waar niks in zit. En ja, misschien werkt dat voor sommige mensen. Ik heb laatst een onderzoek over onderzoek gehoord wat dat gedaan werd. Waar mensen dan toch baat bij hadden. Maar dat is niet, er is eigenlijk geen onderzoek, nauwelijks onderzoek. Is het toegestaan als psychiater om dat te doen of niet? Om placebo. Laat ik aan de achterkant. Nou, als de patiënt daarin mee akkoord gaat, dan kan dat natuurlijk eventueel in overleg met de apotheek. Mag ik daar wat op zeggen? Want ik denk dat in de praktijk al heel veel placebo's worden toegepast. En daar heb je helemaal de psychiater niet voor nodig. Want je kan allerlei preparaten tegen depressiviteit krijgen bij de groenteboer, de drogist. Van de buurvrouw. Dus ik denk dat in de praktijk al heel veel placebo's worden toegepast. Nog een aanvulling. Het is eigenlijk beter om het te definiëren als een placebo-respons. Een placebo-respons bestaat uit een placebo-effect, natuurlijk belopen door een aantal van de woorden. Kijk, een arts, laten we zeggen een empathisch ingestelde arts, die probeert natuurlijk een placebo-effect teweeg te brengen in zijn behandeling. En dat kun je niet helemaal gelijkstellen met het effect van een placebo, maar het komt er wel dichtbij. Je kunt ook homeopathische middelen gebruiken, daar heb je op zich geen last van, ze werken ook niet, maar die kunnen bijdragen aan een herstel. Ik wil nog even wel iets belangrijks erbij zeggen. Kijk, het is als je het hebt over antidepressiva en placebo, dan is natuurlijk het placebo-effect heel sterk. Maar als je een ernstig depressieve patiënt hebt die daar ernstig aan leidt, en dat is echt iets heel ergs als je het hebt, dan neem je ook al het risico dat je maar 2% kans hebt. Is die toegevoegde waarde van dat antidepressieve ten opzichte van placebo maar 2%.
2%. Dan willen ernstige, wel de mensen met een ernstige depressie, die doen dat voor goed. Want depressie is gewoon een hele ernstige aandoening. En daar moet je niet. Kijk, het lijkt net alsof het iets is wat weggaat door een soort fantoom placebo. Maar dat is iets wat, dat vind ik geen recht doen aan het ernstige leed wat mensen met een ernstige depressie hebben. Ja, hier komen we straks als even op terug dat de antidepressiva als laatste redmiddel voor patiënten wordt gebruikt. Voordat u wil reageren, wel hebben we nog even een vraag uit het publiek. Enkele jaren geleden las ik in Hannesveld dat dagelijks joggen de depressiviteit aanzienlijk moet afnemen. Bent u daarmee eens? Dat is een vraag aan mij. Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Ja, dat zijn. Enkele jaren geleden las ik in Hannesveld dat dagelijks joggen de depressiviteit aanzienlijk vermindert. Dat klopt. Zwemmen met dolfijnen, hetzelfde effect. Ja, even naar exercise is veel onderzoek. Er zijn, ik geloof, inmiddels iets van 35 gerandomiseerde trials. En daar wordt wel een effect gevonden op depressief opleid. Het probleem daarbij is, net als in de hele literatuur naar behandelingen, dat het kost van de studies gewoon niet goed genoeg zijn. En als je alleen, ik geloof dat er maar 5 of 6 van die 35 trials voldoen aan alle kwaliteitscriteria. En als je daar alleen naar kijkt, dan zijn de effecten veel kleiner. Het is ook iets wat het hele veld, wat daar een groot probleem is. Maar goed, dan kun je nog zeggen van oké, het werkt. Alleen, kijk, dat een behandeling werkt, wil niet zeggen dat iedereen ervan opknapt. En je moet dit soort effecten, daarbij moet je ongeveer ervan uitgaan dat als 6 tot 8 mensen gaan joggen, dat eentje daarvan opknapt. Ja, dus het werkt en het is evidence-based. Als je alleen naar de goede studies kijkt, dan werkt het. Maar niet voor iedereen. Ja, de effecten zijn gewoon klein. Dat is iets wat we ook neigen te verneigen. Ja, en misschien als aanvulling, op dit moment loopt er ook een studie naar het effect van 3 keer in de week hardlopen vergeleken met een antidepressiva bij het VU-medicin. Oké, we willen nog even met u reageren. Ik ben het helemaal eens natuurlijk dat een ernstige depressie is gewoon een ernstige ziekte. En het is belangrijk natuurlijk dat je daar die mensen goed behandelt. En als je daar een antidepressief voor inzet, dan heb ik daar op zich geen bezwaar tegen. Maar je moet de patiënt wel heel goed voorlichten wat hij kan verwachten, maar ook wat hij kan verwachten wat betreft de bijwerking. En dat is denk ik veel beter. Ja, u snijdt het helemaal goed aan. Het volgende punt gaat over bijwerkingen. Dit is ook iets wat de laatste tijd veel in het nieuws is geweest. En we willen dat ook inluiden met een fragment. Dit komt uit het programma Radar. En dit gaat over een vrouw die antidepressiva heeft gebruikt. En ze vertelt over haar ervaring. Moet voelen. Beltje begint zich steeds vreemder te gedragen en krijgt raak gedachtes. Als ze in de auto zit, gaat het bijna mis. Ik geloof dat mijn zoon me belde op mijn mobiel en dat dat gezorgd heeft dat ik niks gedaan heb. Maar op dat moment was ik door alles in staat, zonder dat ik het wist. Ik denk dat ik zo op een bus met kinderen had kunnen inrijden, zonder dat ik het in de gaten had. Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer, dat ik dood wilde. Ik wilde alleen maar dood, maar hoe wil ik? Dat interesseert me helemaal. Nou, dit is een best wel heftig fragment van een vrouw die over haar ervaring met antidepressiva vertelt. Pierre, u bent vorig jaar gepromoveerd op onderzoek naar bijwerking van antidepressiva. Ben je dit soort bijwerkingen ook tegengekomen? Nou, deze specifieke bijwerkingen zijn we niet tegengekomen. Maar dat komt omdat we naar bekende bijwerkingen die veel voorkwamen hebben gekeken. En er kwam eigenlijk uit dat als je ook langdurig antidepressiva gebruikt, dat de mensen die dat doen, dan gemiddeld nog last hebben van 3 bijwerkingen van het antidepressiva. Deze specifieke situatie, ik neem aan dat dit. Deze gedragingen en gedachten kwamen toegeschreven worden aan het antidepressieve. Dit verhaal.
heel veel discussie geweest over de suicidaliteit als bijwerking van antidepressiva. En dat is iets waar je bij serotonergische middelen zeker altijd rekening mee moet houden. En suicidaliteit, dat weet ik waarschijnlijk beter, hè, moet je ook altijd goed uitvragen als je praat over depressie. Hè, omdat dat ook iets aangeeft van de maat van de ernst van de depressie. En er is heel veel discussie of de suicidaliteit zeg maar, ook door de antidepressiva kan komen. En dat moet ook altijd begeleid worden. Dat dat heel duidelijk is bij de start, maar ook bij de stop van, ook bij de stop van het middel. En wat ik verder wil aangeven, dat echt... Sorry dat ik u onderbreek, maar kunt u een microfoon? Oh, sorry. Ja. Wat ik verder wil aangeven, hè, is dat suicidaliteit, suicidale gedachten, bij jongeren meer voorkomen dan bij ouderen. En eigenlijk, hè, de meeste mensen zijn om de 25 jaar, hier, jongeren en de adolescenten. Hè, bij jongeren en adolescenten moet het eigenlijk nog veel beter op letten. Wilt u daar iets over zeggen, meneer Bel? Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Wat betreft kinderen en adolescenten. In 2004 is duidelijk geworden uit een meta-analyse van gepubliceerde en ongepubliceerde onderzoeken dat bij deze groep jongeren er een verhoogd risico is op suicidaliteit. En de Amerikaanse registratieautoriteit heeft dat ook bekendgemaakt. Heeft zich later weer tegengesproken, heeft elke keer weer andere getallen gebruikt. Maar ik denk toch dat de meeste mensen wel van mening zijn dat de antidepressiva bij jongeren een verhoogd risico op suicidaliteit geven. Bij volwassenen is dat moeilijker aantoonbaar. En het grote probleem is dat we een groot deel van die gegevens gewoon niet hebben. En die komen in Amerika wel vrij in allerlei rechtszaken die patiënten of verenigingen aanspannen tegen de fabrikanten. Even terugkomen op het probleem van het stellen van de diagnose. Natuurlijk gaat depressie gepaard met een verhoogd risico op suicidaliteit en suicide. Maar in placebo gecontroleerd onderzoek is bij herhaling vastgesteld dat antidepressiva dat risico verhoogt. Het is toch wel heel cru dat je, als ik er nog op mag reageren, heel cru dat je dus depressief bent en daar een middel voor gaat nemen en dan extra risico hebt op suicidaliteit. Ja, dat is ook het bizarre in het geheel. En er zijn wel wat verklaringen voor. Een van de verklaringen is dat in die onderzoeken suicidaliteit verkeerd is gelabeld. Dus dan werd het bijvoorbeeld als bijwerking genoemd, prikkelbaar of wat emotioneel. En als onafhankelijke onderzoekers die gegevens opnieuw analyseerden, dan kwamen ze tot totaal andere resultaten. Wilt u hierop reageren? Ik ben vorig jaar heb ik met collega's een netwerk meegemaakt over antidepressiva bij depressie bij kinderen en jeugdigen. Oké, ben ik nu wel te verstaan? Ja, ik heb vorig jaar met collega's een netwerk meta-analyse, is een bepaald soort meta-analyse waarbij je alle studies naar antidepressiva, los van het type antidepressiva, bij kinderen en jeugdigen statistisch integreert. En daar vonden we ook heel duidelijk dat de suicidaliteit bij alle antidepressiva verhoogd was in vergelijking met placebo. En we vonden daarbij overigens ook dat eigenlijk geen van de antidepressiva behalve één soort een duidelijk effect had ten opzichte van placebo. En onze conclusie was dat je eigenlijk bij kinderen en jeugdigen, gezien de risico's die antidepressiva hebben, dat je ze eigenlijk niet moet voorschrijven, tenzij je echt geen andere optie hebt. En dat is een ander verhaal dan bij volwassenen. Want ik vraag me dan toch af, we hebben het nu even gehad over de effectiviteit, over bijwerkingen en
blijkt wel dat we vraagtekens kunnen stellen bij hoe effectief antidepressiva is. En er zijn mogelijk hele ernstige bijwerkingen. Maar hoe kan het dan zo zijn dat zoveel mensen in Nederland nog antidepressiva krijgen voorgeschreven? Want 1,1 miljoen, en ook al is het dan voor angststoornis of wel depressiviteit, is een heel hoog getal. Iemand die daarop wil reageren? Ja, maar graag. Ik heb zo straks al gezegd dat de officiële instanties van psychiatrische en huisartsen nog steeds deze middelen aanbevelen. In de standaard van het huisartsgenootschap staat zelfs dat als de patiënt het wil, een huisarts het kan voorschrijven. Dus dat is al een beetje bizar natuurlijk. Maar als de officiële beroepsorganisaties geen afstand nemen van hun eigen richtlijn, ja, dan zal het blijven voorgeschreven worden. Er zijn in de praktijk natuurlijk altijd wel psychiaters en huisartsen die geen vertrouwen meer hebben in deze middelen en ze niet voorschrijven. Maar daar zal een officiële reactie moeten komen, denk ik. En een tweede fenomeen is dat als je eenmaal gewend bent aan je antidepressivum en je bent met je antidepressivum ben je beter geworden, dan is het ook wel een stap om daar afstand van te doen, enerzijds. En anderzijds, als je ermee stopt, dan hebben de patiënten ook vaak last van onttrekkingsverschijnselen, waardoor eigenlijk het stoppen met antidepressivum wordt ontmoedigd. Het stoppen met antidepressiva kan wel, maar het moet onder begeleiding en moet langzaam worden. En dat is een mogelijkheid om daar weer af te gaan. En ik denk dat daar ook veel meer bekendheid aan gegeven wordt. Ja, ik vind dat je. Ik denk dat het een ingewikkeld verhaal is. Depressie is gewoon een heel groot, veel voorkomend, ernstig probleem. En je hebt heel veel beroepsgroepen die de hele dag door aan het werken zijn om die mensen te helpen. En dat natuurlijk kun je dan zeggen van ja, die antidepressiva, de effecten daarvan zijn beperkt en je moet uitkijken met de bijwerkingen. Maar zoiets als suicidaliteit, dat is ook heel, dat risico is toch heel gering in vergelijking met het aantal mensen wat die antidepressiva gebruikt. Hè. Dus je moet dat ook niet overschatten. En ik ben ook helemaal ervan overtuigd dat met name bij milde en matige depressies dat je moet proberen te voorkomen, moet je zoveel mogelijk geen antidepressiva geven. Maar om zeg maar, dat helemaal door te trekken en van te zeggen van ja, je moet dat gewoon hier helemaal niet meer doen. Dat vind ik, ja, kijk, je hebt huisartsen die willen en psychiaters en weet ik veel wie. Die hebben dagelijks de mensen te maken met heel veel mensen die ernstige problemen hebben en die zich helemaal uit de naad werken en alles doen om dat te helpen. En natuurlijk hebben die middelen dan hun bijwerkingen en hun problemen. Maar ik heb er ook moeite mee om dat zeg maar helemaal te zeggen van dat moet je maar niet meer doen en dat moet je maar niet meer. Dan moeten er helemaal maar geen antidepressiva meer voor. Dus u zegt voor sommige mensen is dit eigenlijk het laatste redmiddel. En voor die mensen die zich zo vreselijk voelen, zou dit wel een goed. Ja, je zou ook, niet dat ik dat doe, maar je kunt ook redeneren van ja, oké, je kunt medicijnen voorschrijven, maar die hebben dan wel eens bonus dat ze ook het placebo-effect geven. En je kunt geen placebo geven. Dus ja, ik zit een beetje, het is niet zo dat mijn mening is, maar ik bedoel, de discussie heeft wel twee kanten. Ja, een beetje nuance aan. Ja, ik vind niet dat het zeg maar een simpele oplossing is van we gaan niet meer antidepressiva voorschrijven. Dat vind verhaal. Ik geen recht doen aan alle mensen die met die zware depressies kampen de hele dag door. Duidelijk verhaal. Bel, wilt u reageren? Ik heb toch de indruk dat je vooral die groep met zeer ernstige depressies veralgemeniseert. En ik denk dat dat toch niet echt de praktijk is. Zeker niet in de huisartsenpraktijk. En ik hoor je ook niet praten over de bijwerkingen. En ik denk dat je, als je een patiënt een goed verhaal wilt vertellen, dan moet je hem duidelijk maken wat hij kan verwachten wat betreft werking, maar ook wat hij aan bijwerkingen kan verwachten. Even nog terugkomend op het andere punt. Waarom blijft het gebruik zo in stand? Ik denk dat de registratieautoriteiten daar ook een hele belangrijke rol bij spelen. Een geneesmiddel krijgt een indicatie, dus een handelsvergunning, voor een bepaalde aandoening. En dat is in het geval van depressie heel onduidelijk omschreven.
Dat is namelijk depressie in engere zin. Vroeger was het vitale depressie. En geen van die begrippen komt eigenlijk overeen met de bewijzen uit wetenschappelijk onderzoek. En dat is natuurlijk wel een verwijt wat ik die registratieautoriteit wil maken. Van pas de gegevens aan op wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kun je ook het voorschrijfbeleid wat sturen. Oké, we hebben nog een vraag uit het publiek. Jullie hebben het vooral over medicatie en therapie in de behandelmethode. Maar hoe denken jullie over ervaringsdeskundigheid als in de behandeling om daar die in te zetten? Daar is weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn een paar studies gedaan naar lotgenotencontact. En dat daar, ja, ik denk dat daar weinig over te zeggen is vanuit de wetenschappelijke hoek. Ik denk dat ik heb zelf heel veel gewerkt met groepen met mensen die depressief zijn. En wat volgens mij een gevaar is, is dat je elkaar met elkaars ellende gaat opzamen. Dat mensen, als ze depressief zijn, dat ze dan niet ook nog alle depressieve verhalen van andere mensen willen horen. En dat vind ik een heel groot risico. Als je dat kunt vermijden, dan denk ik, ja, dan kijk, als hulpverlener ga je juist proberen om mensen niet te veel te laten praten over wat ze allemaal weer meegemaakt hebben de afgelopen week. Maar ga je juist kijken, wat kun je doen om je leven te veranderen, zodat je weer beter gaat. En dat als dat kan bij lotgenotencontact, dan lijkt me daar geen enkel bezwaar tegen. Denkt u niet, omdat er zo'n groot taboe bestaat over depressiviteit, en er wordt natuurlijk weinig over gesproken, dat als dat taboe meer wordt doorbroken, dat dat ook misschien bijdraagt? Ja, maar dat veronderstelt dat het goed is dat mensen hulp zoeken. En daar ben ik, aan de ene kant ben ik het daarmee eens. Je hebt nu ook die campagnes tegen stigma. In Nederland heb je dat, maar de WHO heeft ook zo'n campagne gestart. En aan de ene kant vind ik dat goed, want ik zou niet willen dat er mensen zijn met een ernstige depressie die geen hulp zoeken. Alleen ben ik het wel met mijn buurman eens dat elke behandeling nadelen heeft. En dat het altijd een beslissing is die je moet nemen. Kijk, bij psychotherapie, dat wordt dan altijd als alternatief ten opzichte van medicatie genoemd. Maar dan moet je je ook bij voorstellen dat je dan 10 keer per week een uur lang naar een therapeut moet gaan. Terwijl de toegevoegde waarde van die therapie ook maar beperkt is ten opzichte van niks doen. Dus ik weet niet of hulp zoeken, dat in alle gevallen, het is altijd een soort afweging van de voor- en nadelen van een behandeling. Ja. Hebben we nog een vraag uit het publiek? Ja, het gaat natuurlijk veel over SSRI's in dit debat. En ik merk ook dat jullie allemaal terecht sceptisch zijn over de hele serotonine-hypothese die daarachter ligt. Maar ik was al benieuwd naar jullie kijken op andere mogelijkheden voor medicatie, zoals zijn vrij obscure middelen eigenlijk, maar bijvoorbeeld ketamine schijnt vrij effectief te zijn uit de laatste klinische trials, maar ook bepaalde psychedelica. Wat is jullie kijk daarop? Hebben jullie daar al ervaring mee in de praktijk gehad? Of wat vinden jullie van de effectiviteit en de haalbaarheid? Denken jullie dat het een toekomst heeft? Ik wil graag... We hebben tijd voor één reactie en dan moet het helaas gaan afsluiten. Oh. Dus. Ik denk dat dit weer een voorbeeld is, wat ik zo straks noemde, hè, van middelen kunnen werken. Maar het is maar de vraag of het helpt. In het verleden heeft men allerlei soorten geneesmiddelen onderzocht bij depressie. Onder andere middelen voor de behandeling van hoge bloeddruk. En daar kwamen meestal tegenstrijdige resultaten uit. Dus ik denk dat heel veel geneesmiddelen die de bloed-hersenbarrière passeren, dat de patiënten daar iets van merken. En dus ervaren dat het werkt. Maar of het daadwerkelijk helpt, dat zal dan toch wel in goed onderzoek moeten worden bewezen. Ik denk dat we een korte reactie... Een korte opmerking. Je noemde ketamine. Ketamine is een veelbelovend middel. En daar zijn echt in Nederland ook goede onderzoeken naar. En we moeten afwachten of dat een goed resultaat geeft. Ja. Maar er is dringend behoefte aan beter werkende geneesmiddelen tegen depressie. Nou, ik denk dat dat een mooie afsluitingszin is. Ik dank jullie hartelijk dat jullie hier met ons over in gesprek wilden gaan. Graag een groot applaus voor de sprekers.
Ik hoop zelf dat jullie het leuk vonden. Ik vond het zelf in ieder geval heel erg leuk. Ik denk Marit ook. En hopelijk is het perspectief van depressie en antidepressiva wordt dat beter. Ik heb verschillende dingen gehoord. Zwemmen met dolfijnen, ketamine, we weten het nog niet. De volgende editie is over een maand. Dat gaat over de groene stroom, de beta-break onder de stroom, over de energietransitie en smart grids. Verder zijn we nog hard op zoek naar nieuwe leden voor volgend jaar. Dus lijkt jou het leuk om dit te organiseren en dit soort mensen te interviewen? Kom dan vooral zo even langs of stuur een mailtje. Bedankt en tot ziens.